Een operon is een stuk DNA en dat stuk DNA bevat de genen, maar het bevat ook de promotor. En de promotor is het stukje DNA voor de genen waar DNA, het RNA-polymerase, kan hechten. En daar kan de overschrijding dus beginnen. Maar daar kan ook nog een stukje tussen zitten, de operator. Naast de genen in het operon heb je ook nog genen in een regulatorgen. En een regulatorgen heeft zijn eigen promotor en genen die coderen voor een eiwit dat een operon kan inhiberen. Een actieve repressor kan binden aan de operator. En dat zorgt ervoor dat RNA-polymerase niet meer aan de promotor kan hechten en dan worden de genen van het operon niet meer overschreven. Als er veel lactose aanwezig is, dan moet die repressor natuurlijk niet het overschrijden van het operon verhinderen. In dat geval kan die binden aan alle lactose, waardoor die van vorm verandert en op dat moment inactief wordt. En hij kan nu dus niet meer binden aan de operator.